dames en heren, vandaag zijn we met onze blik op Vlissingen gezellig in Sint-Jacobstraat bij Ondine van der Vleuten van Hula Hoop. Rond 1960 ontwikkelden twee Amerikaanse studenten een hoepel die je om zich heen laten kan draaien, om zich middels zo. En die noemden ze dus Hula Hoop. De Hula Hoop werd ware rage, want in 2 jaar tijd werd er meer dan 100 miljoen van verkocht. De rage ebde weg, maar tegenwoordig staat zeker opnieuw weer hula hoepen heel erg in belangstelling. En onze Ondine van der Vleuten met haar mooie initiatief hula hoepen is daarvan het bewijs. Welkom Ondine. Hallo. Wie is Ondine van der Vleuten? Nou, Ondine van der Vleuten is allereerst journalist, 5 dagen per week. Zo. Maar als ik even tijd heb, ben ik aan het hula hoepen. En dat doe ik dan hier in de Hoopcave. Ja, dat betekent? Hoopcave heeft mijn naam, die naam heeft mijn zoon verzonnen. Dat betekent eigenlijk gewoon hoepelgrot. En hij dacht een beetje aan mancave, weet je wel. Zo'n plek waar mannen een beetje whisky drinken, sigaren roken, over dat vrouwen praten. En de Hoopcave, daar praten we over hoepels. En we drinken koffie en we hoepelen. Beautiful. Hoe is je belangstelling voor de hoepel eigenlijk ontstaan? Mijn baan is dus journalist. En ongeveer 3,5 jaar geleden heb ik iemand geïnterviewd die niet meer hier woonde, maar wel hier nog kwam, omdat haar moeder hier woonde. En zij heeft mij dus met het hula hoepen bekendgemaakt. Zij kwam hier een workshop geven. Hoe heet ze trouwens? Anna Loods. Juist, ja. Bekend. Ja, en die heeft hier een aantal workshops gegeven. Ik heb een workshop gevolgd. Ik heb mijn eerste hoepel bij haar gekocht. En het eerste half jaar heeft hij eigenlijk nog gewoon een beetje stilgestaan. En een half jaar later ongeveer toen ben ik... In de hoe lang bestaan dan? Wat zeg je? Is dat al toen je hoepel bestond? Nee. Ik was gewoon iemand die workshop gevolgd had, zoals heel veel mensen in Zeeland gedaan hebben toen. Alleen de eerste half jaar heeft die hoepel een beetje ergens gestaan en... Na een half jaar had ik te hard gewerkt. Ik kwam in een burn-out terecht. En het is heel gek, maar er zijn heel veel mensen met hula hoepen uit een burn-out gekomen. Ja, het is gewoon heel erg meditatief. Het is heel speels. Je hoeft niet na te denken. Je moet alleen maar denken aan die hoepel die daar zorgt dat die rond blijft gaan. Het is heel ontspannend. Je doet er een muziekje bij op. En het is natuurlijk ook lichaamsbeweging. Ik ben echt geen sportmens, maar... Hula hoepen, dat vind ik leuk en dus blijf ik het doen. Zeker, het heeft wel voordelen, daar komen we later bij. Ja. Inderdaad, hoe lang bestaat je hula hoep? Mijn hula hoep? Hoopcave bedoel ik. Yes. Nou, dat is eigenlijk pas, hoe lang zal het geleden zijn? Ik denk misschien een half jaartje nu. Het nadeel van hula hoepen is dat je niet in een kleine ruimte dat kan doen. En ik ben een tijdje terug... verhuisd en toen had ik geen groot huis meer met een grote tuin, maar alleen een appartement en dat was een beetje lastiger. En toen dacht ik, nou, ik zoek toch een plek waar ik mensen ook hula hoepen kan leren. Ik heb intussen opleidingen gedaan voor hoepeldocent, een aantal. En ik zag zoveel leegstaan in Vlissingen. Toen heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of ik een ruimte kon gebruiken. Op voorwaarde dat ik er gelijk weg zou zijn als hij echt verhuurd werd. En het is ideaal, want hij is leuk ingericht, het staat leuk. In de Sint-Jacobstraat is er weer een stukje gezelliger door geworden. Zeker. En ik ben er als ik vrij heb en als ik zin heb, of als mensen mij boeken om iets te leren of zo. Precies. Dus inderdaad, wat doet de Hoopcave allemaal? Als ik hier ben, dan ben ik eigenlijk zelf een beetje aan het trainen. Als ik gewoon zin heb. Maar als mensen binnenkomen lopen, dan leg ik ze dingen uit. En als ze eventueel even willen kopen, dan help ik ze om een goede te kiezen. Mm-hmm. Als ze iets speciaals willen, bijvoorbeeld ik heb binnenkort een kinderverjaardag. Dan kunnen ze dat regelen met mij. Ook allemaal. Wanneer kan je hier terecht? Nou, ze moeten bellen, want ik werk dus overdag. Precies. Ik werk 5 dagen per week. Dus ik kan niet zeggen, kom maar gewoon binnenlopen. Hè. Ze moeten even bellen en dan maken we een afspraak. En dan werk ik ook samen met Sportschool Fitness Vitaal. Dan mag ik ook nog trainen. Voor niks. En in ruil geef ik ze nu en dan een workshop daar. Voor niks. Zo. Tenminste, de leden kunnen dan gebruik maken ervan. Maar het is dan dus
Dus het gaat er eigenlijk om dat ik het zo heb ingericht dat ik mijn hobby kan beoefenen. Ja, is het andere mensen beetje... laten meegenieten. En zoals wij dat zeggen, spread the hoop love. Zeker. Ja. En is het een beetje aan het je beroep aan het worden? Of zou je je beroep willen maken van? Nee, ik ben ermee begonnen om het te ontspannen. En omdat ik een hekel heb aan sporten, maar je moet er op een gegeven moment wel wat doen om een beetje gezond te blijven. Het moet allemaal in balans zijn. Voor mij is dit waarmee ik in balans blijf. En als ik er mijn beroep van maak, dan is het iets heel anders. Puur uit liefde. En van uit voor de gezelligheid, ja. Voor het sportieve, om je te ontspannen. Omdat het leuk is om met andere mensen in contact te komen. En omdat je de mensen zo ontzettend blij mee maakt. Zo en zo, ja. Ja. We blijven toch terugkomen op die voordelen van al die mooie hula-hoepen. Ja. En een vraagje. Werk je samen met andere collega's ook? Het is een heel klein wereldje in Nederland. Buiten Nederland is het al echt heel groot. Er zijn echt... sinds kort zijn er in Nederland ook webshops waar je hula-hoeps kan kopen. Maar daarvoor was het in Duitsland, Canada, Amerika... was het al heel groot, echt een rage, zoals je zei. Wat wie er in Nederland serieus met hoepelen bezig is, die mensen kennen elkaar eigenlijk allemaal. In Zeeland zijn dat er heel weinig. En zeker als het dan ook nog gaat om mensen die echt een opleiding gedaan hebben, maakt nog net een klein beetje verschil. He, dus als je dus een opleiding gedaan hebt, dan leer je echt om het helemaal in kleine stukjes uit te leggen. En als het echt niet lukt, om dan weer uit te leggen waarom het niet lukt en dat goed te zien. Dus het helpt toch wel om het nog beter over te dragen. Zulke mensen zijn er in Zeeland heel weinig. In elk geval zijn er geen die daar op dit moment op deze manier mee bezig zijn zoals ik. Dus ik werk niet samen met iemand. En het is ook een voordeel, want ik kan het dus ook daardoor echt een leuke hobby houden. Ja. En er niet iets heel serieus van maken. Het is niet bedrijfsmatig, ik heb geen mensen in dienst of zo. Nee, daarom. Dat is ook precies. Maar als iemand mij bijvoorbeeld benadert, zoals vorige week hebben we een spontaan... Was het vorige week of de week ervoor? Spontaan evenement gehad op de Oude Markt. Dat was ontzettend leuk. Toen ben ik een paar dagen daarvoor benaderd van... Nou, zou je het niet leuk vinden om met je hoepels op de Oude Markt te komen staan in Vlissingen? Precies, want jullie inhuren voor demonstraties of een feestje? Het was toen niet eens inhuren. Het was toen gewoon voor niks eigenlijk. Omdat we de binnenstad van Vlissingen wat gezelliger wilden maken. En wat leven wilden brengen in de brouwerij. Dus toen is Oscar Prinsen heeft plaatjes gedraaid van het Instituut van de Loslopende Mens. Oké. Er is koffie gezet door Sputnik, koffie en thee. Er was een lezing bij het Spui, bij de boekhandel. Het broodmisje had kopjes koffie op het terras. Mm. En er werd gemasseerd door een vriend van mij, Kees de Boer. Zo heerlijk. En ik heb zo'n 60 mensen aan het hoepelen gebracht. Wauw. En dat was gewoon helemaal spontaan. Het was ontzettend leuk. En dat kom je dus echt in zo'n harmonie en bepaalde energie, ontspanningssfeer. Zeker 60 mensen is massa. Hè? Niet tegelijkertijd, hè? Er waren iets van 20 tegelijk. Je hebt heel veel ruimte nodig voor hula-hoepen. Dat is een van de... Er zijn bijna geen nadelen aan, maar dat is een van de nadelen. Tjewalig, ik heb thuis wel wat dingetjes kapot gegooid. Juist. Zijn er bepaalde trends in hula-hoepen? Ja, je kunt de fitnesskant uit. Dan ben je dus eigenlijk zoveel mogelijk aan doen wat je normaal met fitness zou doen. Zoals squats en lunges en dergelijke. Maar dan met een hoepel. Dat maakt het dus extra uitdagend. En je hebt dus extra veel coördinatie nodig en spierbeheersing. En dan laat je bijvoorbeeld heel snel om je lichaam gaan. Wat ik even hierbij wil aanmerken, is dat de zogenaamde fitnesshoepels die verkocht worden... Voor 1,2 kilo zijn die dan zwaar. Zo. Dat zijn dus echt geen hoepels die ik wie dan ook zou aanraden. Iedereen in de hula hoepwereld die zegt, raad die absoluut af. Je komt er bij het ziekenhuis als je niet uitkijkt. Dat is te zwaar ook. Dit zijn de grootste hoepels die ik heb. Dat wil ik vragen. Je hebt allemaal de maten en... Ja, dit is 800, deze is 800 gram ongeveer. Okay. Dus dat is heel wat minder dan die 1,2 kilo die zo'n fitnesshoepel is. En deze gebruik je als je bij mij in de les leert hoepelen. Nou, de eerste 10 minuten, 15 minuten. Ja. Daarna krijg je gelijk een lichtere, want dan kan je het gewoon. Mm-hmm. Dus dat is even, maar dat is de fitnesstrend. Dan heb je ook nog een meditatieve kant, die het met yoga combineert zelfs. Ja. Of met, er zijn een heleboel dingen die het mee kan doen als het om meditatie gaat. Heerlijk. Met vechtsport wordt het zelfs gecombineerd, met tai chi en zo. Het is sport? Of je kunt, nou ja, kunst, het is een sport, maar er is bijvoorbeeld ook een danskant, hoop dance. Dat is dan meer wat ik doe een beetje. Daarbij heb je muziek op staan en je gebruikt die hoepel om zeg maar voor expressie, om het nog leuker te maken. Ja. En ondertussen doe je van alles met je lichaam. Ik denk dat je dan de belangrijkste wel gehad hebt, dus yoga of meditatief.
Mm-hmm. Of mindful. Je hebt dus de fitness en je hebt de dance. Dan heb je wel de belangrijkste stromingen gehad met hoepel. Ja, ja, wat bekend is tot nu toe. Ja. Sport of spel, ja. Het is allemaal speels. Dat is het mooiste eraan ook. Mensen komen weer een beetje terug naar dat hele ontspannende van gewoon je lichaam gebruiken en voelen dat het beweegt. Tuurlijk. Nou, dus je vroeg wat verschillende afmetingen. Ja, precies. Alsjeblieft. Materiaal, afmetingen. Lijkt mij dat van, is dat de grootste? Is dat voor grote mensen bedoeld misschien? Wat zo'n fitnesshoepel zo makkelijk maakt, en ook deze, dat is de middelpuntvliedende kracht. Hoe groter en zwaarder zo'n cirkel is die om je heen gaat, hoe makkelijker dat die rondvliegt. Dus dat is voor beginners. En hoe minder je dus hoeft in te spannen. Dus het is een misverstand dat als jij een hele grote zware hoepel hebt, heel veel oplevert voor je lichaam. Het is wel zo dat je inderdaad dat gewicht rond moet laten gaan, maar tegelijk helpt dat gewicht heel erg. Mm-hmm. Dus die hele grote die zijn om mensen die net beginnen eventjes mee te geven van zo doe je dat. Dat is de goede beweging. En dan ga je over naar de volgende maat. En dat is dan, dit is de 32 mm. Dan ga je naar de 25 mm. Dat zijn deze. En dan ga je naar de 20, naar de 16. Maar dat hoeft niet. Je hoeft niet naar lichter te gaan. Die 25, daar kan je in feite ontzettend veel mee, ontzettend lang mee bezig blijven. Die lichtere, die zijn als je meer van de trucjes bent en steeds beter wordt in het hoepelen. Want hoe lichter, hoe moeilijker. Okay. En bijvoorbeeld, ik kan het nu om mijn hoofd bijvoorbeeld, hier zo. Dus zo. Met mijn hoofd, dus dan zit hij hier. Je begrijpt dat je dan niet graag een hoepel van 32 millimeter om je hoofd. En ook met de nek, ik raad het iedereen af, niet doen. Zo'n zware hoepel om je nek is niet goed. Nee. Dus dan ga je de lichtere gebruiken. Maar daarom kunnen ze ook vaak zoveel van die 20, 30 hoepels tegelijk, omdat ze ook zo licht zijn. Nee, want dat is weer moeilijk. Lichte hoepels zijn moeilijker. Ja, en maar de truc van meerdere hoepels op je lichaam is dat je goed met elk stukje waar die ene hoepel zit, moet je hem echt voelen en opvangen. Dus als jij niet al heel goed kan hoepelen, en je hebt er eentje hier en eentje daar, dan wordt het heel lastig hoor. Waarschijnlijk vallen ze dan gewoon allebei naar beneden. Allemaal rond je middel, dat zal wel gaan. Dat is niet zo heel moeilijk. Maar dat gezag zijn we nog te ver, inderdaad. Dat is best echt, dat zijn we wel voor gevorderd. Ja. Inderdaad. Ja. Verkopen jullie ze ook? We verkopen ze ook. Het is eigenlijk zo dat hoepels zijn nog echt een, eigenlijk worden ze allemaal handgemaakt, waar je ze ook koopt. Ook serieus? Op de webshops. Iedereen maakt ze zelf. Premier. En iedereen die serieus met hoepelen bezig gaat en les gaat geven, die maakt ze allemaal zelf. Want als je ze koopt in de webshops, dan zijn ze de allergoedkoopste, zeg maar 15 kinderhoepels of zo. Dat zijn dan niet de hoepels die je bij de speelgoedzaak ziet, want die gaan na een tijdje kapot. Maar hoepels die je echt gewoon goed blijven. Dus dat is dan 15 euro, maar dan heb je het over een kinderhoepeltje. En als je dan naar de volwassenen hoepels gaat, dan ga je eigenlijk vanaf minimaal 25, eigenlijk 30, ga je steeds hoger tot ongeveer 50. Dus als je zo'n hele grote zou willen bestellen, dan zou je iets van 50 euro kwijt zijn. Er komen natuurlijk ook verzendkosten bij. De kleinere die zijn dan wat goedkoper. Het ligt eraan wat je voor tape eromheen hebt. Dit is er bijvoorbeeld een met heel mooi tape. Ja. Dat tape is ook veel duurder. Mm. Dus het is een beetje afhankelijk van wat je wil. En ik maak ze ook voor mensen op maat. Inderdaad, met liefde gemaakt. Hoe lang kan je meedoen? Nou, voor wat mij betreft eindeloos. Want als ze kapot gaan, dan mogen ze terugkomen. Oké, dan is er nog een bepaalde garantie dan. Ja hoor, dat tape raakt natuurlijk beschadigd. Maar ze mogen, als hij kapot gaat, dan repareer ik hem gewoon weer. Dus wat mij betreft eindeloos. Heel vriendelijk, alles af te spreken met jullie. Ja. Geven jullie ook cursussen en demonstraties? Trouwens, wat was die opleiding wat je hebt daarvoor gehad? Ik heb in Rotterdam gedaan bij Reactor, Rea Bogaert. Ik heb bij, ben ik de naam kwijt. Nog iemand anders, een andere docenten. Daar heb ik mijn eerste opleiding gehad in Rotterdam ook. Ik heb eentje gedaan bij Diane Love. Dat is een Canadese hula hoop ding. En ik ga nu voor het derde jaar naar de Heart & Hoop Dance. Dat is de afgelopen twee jaren twee keer is het een week geweest. Dit jaar wordt het twee weken voor het eerst. Dat is dus voortdurend elke dag les van allerlei docenten uit allerlei landen. Wow. Die komen uit Amerika, uit Frankrijk, overal vandaan. En dat gaat echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat door. Zo. Dat doe ik nu voor het derde jaar. Dat is drie jaar geleden begonnen. En dat is ook eigenlijk een beetje, daaraan kun je ook zien dat
hula hoop rage in Nederland echt op gang aan het komen is. En ook competities bestaan, hè, inderdaad. Die bestaan ook, ja. Er zijn ook verschillende mensen, ook uit Nederland. Ik geloof Anne Loods ook, die hebben meegedaan aan Holland's Got Talent. Ja. Dus, en ik doe demonstraties inderdaad. Op Wonderstroom heb ik met vuur gehoepeld. Zo. En ik heb hier een ledhoepel. Dit is ook wat ik nu hier heb, is ook zoiets. Het zijn, is natuurlijk, als het donker is, dan is het ontzettend leuk om met zo'n hoepel iets te doen. Kijk, dit is een hoepel die... Het is ja? Pardon, het is niet alleen voor vrouwen ook, hè? Het kan ook voor mannen zijn. Maar deze hoepels dus, deze hoepel schrik niet. Deze is dus iets van €500. Zo. Ja, die heeft dus allemaal erin geprogrammeerde dingen ook. Er zitten, weet ik veel, 120 programma's in of zoiets. Maar deze ga ik even niet proberen. Nee. Dus maar mannen, dus, in Amerika waar het dus een jaar of 15 geleden weer, 20 nu intussen al echt groot geworden is weer. Daar had je heel duidelijk verschil tussen East Coast en West Coast hoepel scene. Waarbij aan de ene kant echt vooral mannen het deden en aan de andere kant vooral vrouwen het deden. Dat is heel grappig, maar het is dus echt zo dat het ook voor mannen is het een heel geaccepteerd iets. Ja. Alleen wordt het dan anders gehoepeld. Ja, en inderdaad, we kijken waarom zo eigenlijk iemand moet echt gaan hoepelen. Wat is het allemaal goed voor? Want ik weet heel veel, zelfs een vruchtbaarheid, zoals het buikdansen. Nou, om te beginnen is het zo dat het vooral leuk is. Wat mij betreft is het zo, alles, als je het niet leuk vindt, begin er niet aan, want dan ga je die hoepel ook neerzetten. Maar als je het wel leuk vindt, dan is het natuurlijk gewoon heerlijk, want je kunt het altijd doen wanneer je zin hebt. Je hoeft niet in een groep of zo, dus individueel iets. Je kunt het wel met een groep doen, dan wordt het gelijk 10 keer gezelliger. En het is dus, als je het leuk vindt, iets wat je volhoudt, een sport die jou soepel houdt tot op hoge leeftijd. Want je gebruikt je ruggenwervel, maak je helemaal soepel. Maar niet alleen je ruggenwervel, je maakt ook allerlei bewegingen en doet trucjes waarvoor je linker en je rechter hersenhelft flink moet gebruiken. Je moet flink met elkaar praten. Dus het is zelfs zo, als je een tijdje gehoepeld hebt en een paar leuke trucjes gedaan hebt en je gaat daarna bijvoorbeeld je belastingen invullen, dan gaat dat veel makkelijker. Zo, uit eigen ervaring, geloof ik. Ja. Inderdaad, is een plezierige, goedkope, gezonde, goed voor je figuur. En gezondheid natuurlijk, zei ik. Goedkoop, simpel, plezierig. Hoepelen, je website misschien. Als iemand contact. Nou, ik werkte samen met iemand die bezig was om te proberen om daar een winkelwebsite op te zetten. Er is er één in Nederland, een Hoop It Yourself, is een andere website. Kan je dus online kan je hoepels kopen. Maar dat is toch best lastig om daar je brood mee te verdienen. Dus het is niet echt een grote scene in Nederland. Helaas. Dus iedereen die dat doet, doet dat er eigenlijk een beetje bij. En die persoon die gaat waarschijnlijk ook niet door ermee. Maar goed, als iemand een hoepel wil kopen, kan je dus wel op websites in Nederland terecht. Ook in het buitenland, happyhooping.de is er eentje. Kan je ook alle afzonderlijke spullen kopen als je hem liever zelf maakt. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon hier halen. Ik verkoop ze makkelijk, dus... Makkelijk, inderdaad. Neem contact met Ondine of kom gewoon gezellig hier binnen in Sint-Jacobsstraat. Je mag ook gewoon binnenlopen. Er lopen heel veel mensen binnen. Als er dus iemand is, anders staat op de deur een visitekaartje. Ja. En wil je het zelf even proberen misschien? Ik ga zeker proberen als we nog tijd hebben. Nee? Even heel snel. Gaan we even kijken? Alvast bedankt voor een hele interessante interview. Ja, dat was geweldig. Ja. Maar over en weer.